Goedemiddag en welkom bij deze herdenkingsuitzending 2 jaar corona in Brabant. Vanuit de Hasseltse kapel in Tilburg. Want ja, vandaag is het precies 2 jaar geleden dat patiënt 0 ineens in ons leven kwam. En daarna kwamen er nog heel veel andere patiënten. Inmiddels zijn er zo'n kleine 3600 Brabanders aan corona overleden. Vandaag kijken we terug, staan we stil en blikken we vooruit. We maakten kennis met nieuwe woorden. OMT, kuchschaamte, huidhonger. Ik wil afsluiten met een boodschap van hoop. Ik ben er namelijk van overtuigd dat we in Nederland en in Brabant steeds beter de manieren vinden om met corona te leren leven. Als we naast elkaar blijven staan, als we oog houden voor elkaar, dan zullen we ook hier samen sterker uitkomen. We zitten nu in een hele bijzondere situatie, maar we moeten zometeen ook weer verder. Hoe moeten we nu weer naar elkaar toe ons verhouden als we uit corona gaan? En we moeten volgens mij met elkaar het gesprek aangaan hoe we de samenleving zien na coronatijd. En dat doe je door gewoon met elkaar te praten, door elkaar op te zoeken en door te luisteren. De vrijheid is terug, maar corona is niet weg. Ik heb toen op social media, op Twitter, heb ik een oproep geplaatst via hashtag Maatje gezocht. Het werd gewoon massaal opgepikt. Omdat ik niemand sprak, het gevoel dat ik eigenlijk gewoon alleen was. Door al die reacties merkte ik van nee, er zijn heel veel andere jongeren die zich ook zo voelen. Maar we zijn gewoon gaan kijken wat kan er met de maatregelen op dat moment wel en niet. Ik heb niet meer het gevoel van ik ben alleen en ik heb ook het gevoel ik kan iets terugvoeren voor de maatschappij. Want we wachten voortdurend op iemand die het einde aan zal kondigen. Wanneer we binnenkort onze schoenen weer kunnen verliezen in de zweefmolen boven de stad. En wat ik je probeer te zeggen is, we komen bijna thuis. Aan mijn lieve zoon Floris wil ik laten zien dat je juist veerkrachtig moet zijn in donkere situaties. Situaties waar je eigenlijk niks aan kan doen. Uiteindelijk moet je dealen met jouw eigen situaties en ongenoegen en problemen. Dus deal ermee. Vind een weg. Wees lief vooral voor jezelf. En dan automatisch ben je dat ook voor anderen. Ik zie je overal. Constant op tv, verhaal raakt de kijkers, heeft hij mee. Het is een overval, gevangen in de zee. Het stormt en het kraakt en het breekt. Adem is lang, ja ik weet het. Maar je pakt me bij de hand en neemt me mee. Ik ben trots op jou. Ja, ik meen het. Samen staan we sterker dan alleen. Alles komt weer goed, ook als niemand weet hoe. We improviseren, de tijd zal het leren dat we winnaars zijn. Sterker. Ieder heeft een kaars, omdat we nu eigenlijk wel toch heel graag die bijna 3600 Brabantse slachtoffers willen herdenken. En dat doen we officieel, dat doen we door een minuut stil te zijn.